Ja, een rijtje met formules en een rijtje met getallen die je in moet gaan vullen voor x. Nou, waar moet je hier nu goed op letten? Als je een negatief getal invult in een kwadraatje, en met een kwadraatje, daar bedoel ik mee zoiets. Hè, als je daar een negatief getal in gaat stoppen, dan moeten daar haken omheen. Dit heet wiskundig gezien hier een kwadraatje, maar dan snappen jullie wat ik bedoel. Nou, dan gaan we eens even beginnen. We beginnen met som A. En kijk echt alleen de som die je wil, hè, want je kunt gewoon verder scrollen. I is min 7, x in het kwadraat, en x is min 3. Dan schrijven we het zo op, x is min 3 geeft. Ik zeg altijd maar bij ons hoeft dit regeltje niet. Dit wel, hè, maar dit niet. En dan krijg je I is min 7 keer. En nu mag je gaan invullen. En dan moet je even goed opletten, want bij een negatief. Ik ga nu naar een andere kleur, momentje. Ja, ik doe dit. Bij het invullen van een negatief getal, dan horen daar haakjes om. En zet je daar geen haakjes om, dan krijg je verkeerd antwoord. Dus je krijgt hier. Zo. Min 3 in het kwadraat, want dat gaat eerst. En dan krijg je dus min 3 keer min 3. En daarom die haakjes. En dan krijg je 9. Dus je hebt hier het sommetje min 7 keer 9. En dat betekent dat i gelijk is aan min 63. Dan gaan we naar som b. Vul 0 in. En dat is even dezelfde formule weer. Dus i is min 7 x kwadraat. X is 0 geeft. En dan gaan we dus x is 0 invullen. Dus die gaan we in die x stoppen. Dus dan krijg je i is gelijk aan min 7 keer 0 in het kwadraat. En dan krijg je gewoon een sommetje waarbij je eerst het kwadraatje doet. Dat is 0. Dus je krijgt 7 keer 0. Zo. En dat is 0. Dus het antwoord hier is 0. Dus voor x is 0 is ook je i gelijk aan 0. Dan gaan we naar som C. En dan krijg je i is x min 7 in het kwadraat. Ja, en dan gaan we nu dus x is 8 geeft. En dan gaan we invullen. Nou, dan krijg je dus i is, en dan gaan we nu die 8 op die plaats zetten van de x, min 7 in het kwadraat. Dan krijg je dus 1 in het kwadraat. En ontstaat hier nu een negatief getal, dan moet je haakjes zetten, maar dat is niet. Dus je krijgt hier gewoon 1 kwadraat is 1. Dus hier is het antwoord 1. Dan gaan we naar som D alweer. Over de helft. Heel mooi. I is x min 7 in het kwadraat. Nu gaan we opschrijven x is min 8 geeft. En wat gaat er nu gebeuren? Nou, er ontstaat strakjes bij het invullen hoef je geen haakjes om die min 8 te zetten, want je vult hem niet in een kwadraatje. Je vult hem gewoon in voor de x en er staat gewoon x min 7. Dus hier hoef je nog geen haakjes omheen te zetten. Dat is hier niet aan de hand. Want je vult hem, je stopt hem niet in een kwadraatje. Maar er ontstaat later een kwadraatje. Als je dit namelijk uitrekent, kom je hier op min 15 uit. En het getal wat hierin staat, dat moet je keer zichzelf doen. Dus je moet min 15 keer min 15 doen. Mag je niet zo opschrijven, dan is het niet goed. Dat moet met het tweetje van het kwadraatje. Maar schrijf je dit op, dan doe je niet min 15 keer min 15. Want min 15 in het kwadraat is min. En dan dit uitrekenen. En dat is 225. Dus dan krijg je min 225. En dat is dus niet goed. Want je wil juist hier doen. Je wilt juist hier min 15 keer min 15 doen. En dat is hetzelfde als dit. Dus wat moet je hier doen? Haken eromheen. Doe je dat niet, dan kom je uit op min 225. Vergeet je de haken en kom je toch uit op een positief getal, dan zitten er twee foutjes in. Want dan vergeet je eerst de haken en dan maak je daarna nog een foutje om weer met dat minnetje. Ja, nou, in ieder geval, dan maak je twee fouten. Dat heb ik al eerder uitgelegd, hè? Voor wie wil, zal ik dat eind nog eventjes laten zien. Dat ik uitleg waarom dat dan twee fouten zijn. Dus vergeet je de haken, kom je toch op het goede antwoord uit. Twee fouten. Vergeet je de haken, dan zou je eigenlijk moeten hebben min 225. Ik laat straks aan het eind zien voor degene die wil, kan dan nog even verder kijken
waarom dat zo is, waarom dat twee fouten zijn. Bereken i voor x is 1. En dan gaan we nu naar deze formule. Oh, daar staat die min zo ervoor. Mooi. Plus 7. Oh, vergeet i is. En dan hebben we x is 1. X is 1 geeft. Nou, dan gaan we gewoon invullen. I is min. En dan vullen we de 1 in. In het kwadraat plus 7. Nu moet je hier geen haak omheen zetten. Niet doen. Want je denkt misschien, ja, maar het is met het midden met een kwadraatje. Dat klopt. Maar die haken eromheen. Als je gaat invullen, zet je er alleen. Als je gaat invullen, dus als we op dit stukje zijn van de som, zet je alleen maar haken als er je negatief getal invult in het kwadraatje. Dus dan heb ik het over de stap van invullen. Hier kwam er op een gegeven moment nog een situatie met haken, maar dat is pas verderop in de som. Op het moment dat je gaat invullen, alleen haken eromheen als je negatief getal invult. Nou, en we vullen hier geen negatief getal in. En dus zet je je haken, dan komt er iets anders uit. Dus niet doen, dat is echt fout. Je vult een positief getal in het kwadraatje. Hè. Dit is het kwadraatje. Hier gooien we een positief getal in, geen haken zetten. Dan krijg je dus min 1. Want min 1 kwadraat is min, en dan deze, en dat is gewoon min 1, plus 7, en dan kom je uit op 6. Nu ga je wel een negatief getal invullen bij som f. Bij som f gaan we namelijk min 5 invullen. Dus dan krijg je i is min x kwadraat plus 7. En als we hier dus min 5 invullen, los van dit minnetje, want dat staat er gewoon los voor. Daar hebben we nu nog niks mee te maken. Maar we vullen een negatief getal in. Ja, dan moet er haak omheen. En een aantal zal dit ook moeten schrijven nog. Zo. En dan krijg je dus eerst het kwadraatje. Want wat betekent dit nu? Nou, dan reken je eerst het kwadraatje uit. Dat is 25. Hè? Want min 5 keer min 5 is 25. Minnetje ervoor. Plus 7. En dan kom je uit op min 18. Want je zit op min 25. En je gaat er 7 omhoog. Dus dan kom je uit op min 18. Ik had beloofd nog even te laten zien. Waarom is dat twee fouten? Nou, stel je voor je hebt dit. I is, waar was ik gebleven? Min 8, min 7 in het kwadraat. En stel je voor, ik ga nu even laten zien waarom twee fouten, waar die dan zitten. Stel je voor, je komt hier uit op min 15 en je zet zo het kwadraatje, dan is dat je eerste fout, want je had hier haken eromheen moeten zetten. Dan is dit dus je eerste fout. Maar, dan moet je wel goed doorrekenen. Dus als je hier de haken vergeet, dan doen we zo, v haken zetten we bij min 1, hè, dat er een puntje afgaat, want je vergeet de haken. Vergeet de haken, puntje eraf. Dan zetten we dan hier erbij. En daarna gaan we doorrekenen, waar zou jij op uit moeten komen als je dit goed uitrekent. En als je dit goed uitrekent, verder, als je verder door goed rekent, dan doe je dus 15 in het kwadraat. Dat is 225. Die min staat er los voor. Kijk, hij staat met die haakjes erbij. Nee, hij staat er los voor. Dan had je uit moeten komen op min 225. Kom jij uit op 225, ja, dan is het fout. Dan heb je de tweede fout, want dan kijken we alleen nog maar naar dit stukje. En als we dit verder zouden rekenen, moet je op min 225 uitkomen. Dus dan heb jij het goede antwoord. Maar twee fouten. Ten eerste omdat je de haakjes vergeet. En dan is de tweede fout, min 15 in het kwadraat, is gelijk aan min 225. En daarom is het dan twee fouten. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!